woensdag 28 februari 1996. Ik was samen met mijn broer en zusje buiten met de bal aan het spelen. Plotseling werd ons spel abrupt onderbroken door het geluid van een harde knal. Enkele ogenblikken daarna begonnen er straatsirenes te loeien. Stonden we dan met z'n drieën, niet wetend wat te doen. Een grote vaart kwam en naar buiten glimmend. De draad was verbazen. Met het laatste nieuws over de ontploffing en de stofwolken. Er is namelijk een brand uitgebroken in het CMI containers op slag. In verband met de brandpartijen wordt geadviseerd ramen en deuren gesloten te houden. Dank u wel. Zegt de politie dat niet iedereen bang hoeft te zijn. Er is dus gewoon sprake van een brand en niets meer dan dat. Achteraf gezien is het misschien makkelijk praten. Het was alleen maar een brandje. Maar ondertussen is iedereen in paniek, worden de wijken afgezet, loopt iedereen met gasmaskers rond en staat er ergens in het noorden van het land een chemicaliënloods flink uit te branden.